Het thema van aflevering 6 is: laat Gods liefde toe. Besef jij wel hoe ongelooflijk veel God van jou houdt? Je kunt zijn liefde niet verdienen en je kunt zijn liefde ook niet verspelen. Hij houdt onvoorwaardelijk van je, zonder reserves. In deze aflevering wil ik je overtuigen hoe groot zijn liefde voor jou is. Deze keer staat het thema Laat Gods liefde toe centraal. En dit is een ontzettend belangrijk thema. Want als we willen genezen van binnen, moeten we Gods liefde toe durven laten in ons leven, in onze ziel, in ons hart. En dit vinden we vaak lastig. Vooral als je niet weet dat God een liefdevolle vader is. Als je hem nog steeds ziet als een boeman of een God die zich van je aftrekt en zich van je losmaakt op momenten dat het moeilijk is, dan kun je zijn liefde niet toelaten. En God wil graag dat we hem leren kennen als een liefdevolle vader die door en door goed is. In hem is geen duisternis. Weet je, duisternis kan geen duisternis verdrijven. Alleen licht kan dat doen. Haat kan niet door haat verdreven worden. Alleen liefde kan dat doen. Liefde is een sterk wapen. En liefde is niet alleen een wapen, maar liefde is ook een medicijn. Een medicijn die ons kan raken op plekken diep van binnen waar niets anders terecht kan komen in ons hart. Liefde, durf jij het toe te laten? Vaak, als we gewond zijn, houden we alles en iedereen op een afstand en laten we niemand meer toekomen aan ons binnenkant. En weet je, ik dacht daar laatst zo over na. Ik dacht, weet je wat er vaak gebeurt op het moment dat we gewond zijn geraakt en teleurgesteld zijn geraakt? Dan kunnen we een ijslaagje om ons hart creëren. He, een laagje dat de ander buiten houdt en onszelf eigenlijk als het ware wil afschermen tegen de buitenwereld. En dat ijslaagje, dat houdt ons veilig en dat conserveert gewoon de pijn en het gevoel wat we diep van binnen hebben. Maar durven wij Gods liefde, wat staat voor zijn zonlicht, durven we dat toe te laten? Weet je wat er gaat gebeuren op het moment dat je zijn liefde toelaat? Dan gaat dat ijs smelten en dan komt er smeltwater vrij, tranen. En soms kun je je afvragen, waar komt al dat verdriet vandaan? Nou, dat komt omdat God die ijslaagjes om je hart heen aan het doen smelten is, zodat je zijn liefde kunt toelaten. Weet je wat die liefde is van God? Het is een onvoorwaardelijke liefde. Een liefde gewoon omdat hij kiest om van je te houden. Hoe mooi is dat? En die liefde mogen wij toelaten in ons leven. Ik zag een hele mooie tekst en die staat in Ezechiël 16 en ik lees hem heel graag aan jullie voor. En hij is geschreven voor het ontrouwe Jeruzalem. Maar pak hem eens voor jezelf. Pak hem eens persoonlijk op van dit is een tekst voor mij, voor vandaag. Er staat dit. Wat je geboorte aangaat, toen je geboren was, werd je navelstreng niet afgesneden en je werd niet tot reiniging met water gewassen. Ook werd je niet met zout ingewreven, noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag vol ontferming op je neer. Zo kan het voelen, hè, die afwijzing al vanaf je geboorte af aan. Niet geliefd zijn, je niet geliefd weten te zijn. Misschien ongewenst zijn, hè, door je ouders. Maar niet ongewenst door God, want hij heeft je gewild voor een tijd als deze. Geen oog zag met ontferming op je neer. Daar lag je, weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan jouw leven toen je geboren was. Maar dan staat er in vers 6 dit. Maar toen kwam ik voorbij. Weet je, en dan verandert alles. Als Jezus voorbij komt, verandert alles, want hij is één en al liefde. God is liefde, Jezus is één en al liefde. En wat ik zo mooi vind, staat hier, toen kwam ik voorbij, maar hij stopt bij jou. En zijn liefde zoekt jou op de plek waar je bent, ook al voel je je weggeworpen op het veld. En ik zag u trappelen in het bloed van je geboorte. En ik zei tegen jou, te midden van het bloed, leef. En ik deed je opgroeien, staat er dan. En dan staat er helemaal hoe je wordt mooi en een schoonheid. En je haar groeide, je borsten werden vast. Maar je was nog naakt en bloot. En dat is dat stukje, hè, kwetsbaar.
die kwetsbaarheid. Als kind kunnen we het daarmee te maken krijgen. Dat je zo kwetsbaar bent, dat je als kind de liefde van een ouder wil verdienen soms nog. Hè? Als kind kun je soms je armpjes uitslaan en zeggen, papa, mama, zie mij, heb mij lief. En op het moment dat een ouder zich omdraait en die liefde in jou, die roep naar die liefde in jou niet beantwoordt, dan kan er iets gebeuren in jou. Dan kan het gaan stollen. Dan kan er een deel in jouw hart bevriezen. Omdat dat deel gewoon niet beantwoord wordt, die liefde wordt niet beantwoord. En dan kan je iets om je hart heen gaan bouwen. Van oké, ik verdien het waarschijnlijk niet. Of ik ben het waarschijnlijk niet waard. En daar komen vaak die leugens vandaan, al vanuit je kindertijd. Van toen heb ik het niet gekregen, dus waarom zou ik er nu nog op rekenen? Ik kan maar beter er niet meer op rekenen, want dan raak ik ook niet teleurgesteld. En zo kunnen we mensen op een afstand houden. En niet alleen mensen, zo kunnen we ook God op een afstand houden. Terwijl hij zegt, ik ben een en al liefde en ik zoek jou op. Maar wat ik zo mooi vind, hier staat, toen kwam ik voorbij u en ik zag je daar. Je was nog naakt, maar zie, de tijd van de liefde was voor je gekomen. Weet je, God zegt vandaag opnieuw tegen jou en tegen jou persoonlijk, vandaag zoek ik je op en de tijd van liefde is voor jou gekomen. En misschien voel je naakt en voel je bloot en voel je kwetsbaar. Hè, als onze zenuw bloot ligt, weet je wat dan zeer doet? Alles doet dan zeer. Dan doet warm water op die zenuw, doet bloot. Als die bloot ligt, doet zeer. Maar ook koud water op de zenuw doet bloot. Beide. Zo is het ook als er iets bevroren is in ons. Als er een deel bevroren is in ons hart, dan kan je ook op twee verschillende manieren erop reageren. Want als er dan warmte bij komt, de zon, de liefde van God of de liefde van een ander mens, dan kan je ook reageren van, auw, dit doet zeer. Dit ben ik niet gewend, dit wil ik niet. He, denk maar eens als je winterhanden hebt of wintertenen. Je hebt heel lang in die ijskou, ben je heel lang in die ijskou geweest en je houdt ze dan onder een warme kraan. Dan gaan ze tintelen en dan doet het zeer. En dan wil je het liefst gewoon weer weg, want je kent dat gevoel niet. Zo kan het met liefde ook zijn. Dat je het kan afstoten terwijl God zegt, nee, die winterperiode is voorbij. De tijd van isolement is voorbij. De tijd van eenzaamheid is voorbij. De tijd van kou en verlatenheid is voorbij. En het nieuwe seizoen is aangebroken. Het seizoen van de tijd der liefde. Dus de zon der gerechtigheid, die gaat over je op. En Gods liefde is als het zonlicht, als de warmte. En laten we dat binnenkomen of houden we het buiten. En dan zegt hij, de tijd van de liefde is voor u gekomen en ik spreide de slip van mijn kleed over u uit en ik bedekte uw naaktheid. Wat ik zo mooi vind, dit staat ook in 1 Korinthe 13. De liefde, hè, is niet jaloers, de liefde is dit, de liefde is dat. Alles hoopt zij, alles gelooft zij, alles verdraagt zij. En de liefde bedekt. Dus die beschermt ook, die geeft een beschermlaagje om onze blote zenuw heen. Om onze open zenuw heen. Hij beschermt jou. Hij beschermt jou. Je hoeft jezelf niet langer te beschermen. Maar als je hem toelaat, doet hij die ijslaagjes smelten en zegt hij, mag ik, sta je mij toe om jou te bedekken met mijn mantel. Weet je, vroeger liep Jezus in een gebedskleed. En een gebedskleed bestond uit vier hoeken en daar hingen die kwasten aan. En dat heette de tzitzit. En die kwasten waren de gedenkkwasten. En die grepen ze dan vast van, gedenk mij. He? Ze noemden dat ook wel de vleugels van zijn kleed. En als er staat in Maleachi dat de zon der gerechtigheid over je zal opgaan en dat er genezing zal zijn onder zijn vleugels, dan is onder zijn mantel waar hij jou mee bedekt, waar hij jouw hart mee bedekt, daar zegt hij, daar zal genezing zijn. Niet alleen aan de buitenkant, maar van binnenuit zal ik jouw hart genezen. Het gaat van binnenuit. En zo werd je van mij. En dan staat er hoe die je bekleedt en hoe die je het koningschap waardig maakt. En dan staat er, en zo ging er een roep van je uit, want je was volmaakt. Je schoonheid was volmaakt. Weet je, dat is wat hij wil doen. Een tijd geleden ging ik naar het hoge noorden om daar te spreken. En ik zei tegen iedereen, ik ga naar het hoge koude noorden. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dat moet ik niet meer zeggen.
Ik ga naar het hoge, koude noorden. Dat doe ik net alsof die mensen gewoon harten, koude harten hebben. Dat is gewoon niet eerlijk. Dan zeg ik iets en dan bevestig ik iets. Alsof die mensen allemaal geïsoleerd leven en allemaal in de winter leven. Dus ik dacht, dat ga ik niet meer zeggen. En op dat moment dat ik dat bedacht in de auto, werd ik gebeld door mijn zusje. En ze zei, Esther, waar ga je naartoe? Ik zeg, ik ga naar het noorden. Oh, ze zegt, ik heb een tekst voor je. Ik zeg, kom maar op. Ik hou van teksten, hè? Ik hou van het woord. En toen gaf ze me deze tekst uit Hooglied 4. En ik vind hem heel toepasselijk hiervoor. Er staat in Hooglied 4, vers 16. Ontwaak, noordenwind. En kom, zuidenwind. En doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen. Mijn geliefden komen tot zijn hof. En ze zei, Esther, ik moet echt tegen je zeggen, dat laatste gedeelte. Kom, zuidenwind. Niet die noordenwind, want die kennen ze zo langzamerhand wel. He, die koude noordenwind. En wat doet die koude noordenwind? Die brengt je hart openbaar. He, dat is een koude, harde wind. Nou, die kennen ze wel. Maar het is nu tijd voor die warme zuidenwind van zegeningen. Ook vandaag is het voor jou tijd. Voor die warme wind van zegeningen. De wind van liefde, van zijn liefde. Durf je hem toe te laten? En ik zei, dank je wel. En ik reed naar het noorden en ik bleef daar een nachtje slapen. En de volgende ochtend kwam ik bij de auto en ik had de deur al dichtgetrokken van de mensen waar ik sliep. En ik kwam bij de auto en ik zag dat het had gevroren. Mijn hele voorruit was helemaal onder het ijs, onder de ijsbloemen. En ik dacht, oh nee, ik heb geen krabber bij me. Ik heb nergens op gerekend. Ik had niet verwacht dat de koude noordenwind hier zou zijn, want ik zou alleen nog maar de zuidenwind tegenkomen. En toen dacht ik, hoe ga ik dit doen? En ik ging in mijn auto zitten en opeens dacht ik aan wat mijn man altijd zegt. Hij zegt, Esther, je moet de aanjager aanzetten. De verwarming aanzetten, de auto laten lopen en dan gaat het ijs vanzelf ontdooien. En dat deed ik. Ik zette de aanjager aan, de auto aan en hij begon warme lucht te blazen. En weet je wat er gebeurde? Die ruit die potdicht zat, waardoor ik geen uitzicht had en alleen maar tegen ijsbloemen aankeek. Die begon te ontdooien. Die begon te ontdooien. En ik begon steeds meer uitzicht te krijgen. Dat ik dacht, hé, zo werkt het ook met wat God aan het doen is in ons binnenste. En er komt dus smeltwater vrij. So what? Huilen maakt je vooruit schoon, zeg ik altijd maar. Dus laat maar, laat het maar ontstaan. Want God wil je nieuw maken. Hij wil je van binnenuit genezen. Maar durven wij zijn liefde te beantwoorden en zeggen wij, Heer, ik nodig u uit in mijn leven. Ik wil uw liefde beantwoorden. Weet je, een paar weken geleden was ik op een conferentie en het ging over pijn uit je verleden. En terwijl we spraken over het thema dat God in die pijn wil komen uit je verleden, gebeurde er iets in de zaal. Begon er een meisje, wat geadopteerd was, keihard te huilen. En ze raakte zichzelf kwijt, want ze kwam in een verdriet. He, soms kan je bang zijn dat het smeltwater je doet verdrinken. Dat je ten onder gaat in dat verdriet. En zij kwam in een verdriet terecht wat zo diep ging. Wat haar identiteit gewoon raakte. Dat het gevoel van wie ben ik, waar kom ik vandaan? En ze begon zo hard te huilen. En toen deden we een oproep, kom maar naar voren als je gebed nodig hebt. En ze ging naar voren. En ze ging rechtstreeks naar een vrouwtje die zelf ook geadopteerd was. Hoe mooi is dat? Wie kan je pijn beter begrijpen dan die persoon? En die troostte haar en ving haar op. Maar ze kreeg het meisje niet meer stil. Er kwam zoveel smeltwater vrij dat ze er inderdaad bijna in ging verdrinken. En ik zag het gebeuren en ik dacht, hier moet ik ingrijpen. Ik moet haar helpen om dit smeltwater af te kaderen. Om een bedding te creëren, zodat het niet haar blijft overspoelen. En zodat ze niet hierin kwijtraakt, zichzelf kwijtraakt. Maar we moeten een bodem hierin gaan creëren. En weet je wie je bodem is? Jezus Christus is de rots, de vaste bodem, het fundament onder jouw leven. Dus ik zei, wil je even met me meekomen tegen allebei deze dames? En we gingen naar een zijkant en ik pakte haar eerst vast. Hè? De liefde van God mogen wij doorgeven. Hè, we mogen de liefde beantwoorden, toe-eigenen en ook weer doorgeven. Die drie dingen. En ik pakte haar eerst vast en ik liet haar eerst huilen. En toen zei ik op een gegeven moment, en nu wil ik je iets vragen. Misschien vind je dit heel vreemd en vind je dit heel spannend. Maar nu wil ik aan je vragen, wil je me aankijken?
En ze keek me aan en ze was nog aan het snikken. En toen zei ik, wil je naar me kijken en wil je me nazeggen? En toen zei ze me na. En weet je wat ik simpelweg zei? Jezus. En zij zei me na, Jezus. En toen zei ik simpelweg dit. Wilt u laten zien waar u bent in mijn verdriet? En zij zei dat na. Wilt u me laten zien waar u bent in mijn verdriet? En toen was ze stil. En toen was ze helemaal stil. En toen zei ze, hij is er wel. Hij is er wel. Hij staat voor mij. Hij staat voor mij. Ik zeg, heel mooi. Heel mooi. Want hij is er. Hij is nooit weg geweest. Ik zeg, nu gaan we een stapje verder. En toen nam ik haar mee. Toen zei ik, zeg me maar na. Jezus, wat wilt u tegen mij zeggen? En ze was stil. En ze zei het me na en toen was ze stil. En toen zei hij ze dit. Met tranen in haar ogen. Hij zegt, ik was er al voordat je in de baarmoeder gevormd was. Voordat je in de baarmoeder gevormd was, hield ik al van je en heb ik jou gewild. Weet je, zijn liefde zocht haar op. Hij bedekte haar. Hij bedekte haar hart. En hij deed dat in 1 minuut. Wat wij misschien een leven over doen, kon hij in 1 minuut haar diepe verdriet wegnemen. En er vreugde voor in de plaats geven. En er liefde voor in de plaats geven. We gaan kijken naar een prachtig getuigenis van jou, Nel. En ik ben heel erg benieuwd wat jij te zeggen hebt. Ook over die liefde aannemen, accepteren, toe-eigenen en ook weer uit kunnen delen. Kijken jullie mee? Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Heel beschermd, heel toch wel geborgen. En mijn ouders waren hardwerkende mensen. Mijn opa en oma die woonden bij ons in. En ja, ik vond dat heel fijn, ik vond dat heel gezellig. En, maar toen mijn ouders, die hadden een café, die hadden een zaak. In de jaren 70 toen ging die zaak exploderen. Mijn vader die verbouwde de café. Een van de eerste die in de omgeving het café heel erg modern maakte. En van tevoren had hij ook nog een cafetaria, een friture had hij erbij gebouwd, zeg maar. En geïnstalleerd. En dat groeide explosief. En er moest heel veel gewerkt worden, hard gewerkt worden. En ik was oudste meisje. Ik mocht naar school, nog 1 jaar doorleren. Maar ik wist dat ik thuis moest komen wonen. En dat was voor die tijd was dat gebruikelijk, dat de oudste dochter dat die naar huis kwam en dat die in de zaak ging werken of thuis in het huishouden ging werken. Het was ontzettend druk. Elke avond was er wel iets om handen en ja, het was werken, het was hard werken. Ik ontdekte in die tijd dat ik was zo op zoek naar geborgenheid, naar veiligheid en vooral naar liefde van mijn ouders. Want de klanten die gingen voor. En, die kwamen op de eerste plaats en ja, we moesten werken, we moesten niet zeuren en we moesten flink zijn. Al mijn emoties die werden onderdrukt. Er waren bij ons geen knuffels, er werd nooit gezegd van ik houd van je. Er werd nooit gezegd van wat heb je dit goed gedaan, wat vind ik dit fantastisch van jou. Dus die hunkering naar goedkeuring, naar acceptatie, die was zo groot bij mij. En als mijn vriendinnen dan een keer op bezoek kwamen, dan zei mijn vader van, heb jij niks beters te doen? Dus dan, ja, er was altijd wel een bepaalde kritiek. Of het kon allemaal beter bij hem. Dus, ik had ook bepaalde haatgevoelens ten opzichte van mijn vader opgebouwd, want hij was heel streng. Hij was hardhandig. Ik had me voorgenomen om mijn vader een aframmeling te geven. Ja, ik was zo boos op hem en ik haatte hem zo. En er was ook geen gesprek mogelijk met hem. Want als ik iets wilde vertellen wat mij dwars zat of wat ik graag zou willen, dan liep hij weg, dan sloeg hij de deur achter mij dicht en dan zei hij van, jij weet het toch altijd beter. Dus dat was zo'n vette afwijzing. En ik had niet in de gaten dat ik mijn hart had verhard ten opzichte van hem. En ik speelde de kloon naar andere mensen toe, want ja, we hadden een zaak en ik moest vriendelijk blijven. En mensen mochten niet weten, ervaren wat er met mij aan de hand was. Dus van binnen ging ik kapot. Toen wij tot geloof zijn gekomen, mijn man en ik, we waren 11 jaar getrouwd. En
Ja, dat huwelijk, moet ik zeggen, als jij emotioneel koud bent opgegroeid, jij kunt zelf ook geen liefde geven. Je wil wel, maar op de een of andere manier weet je daar geen raad mee. En toen wij tot geloof zijn gekomen, radicaal tot geloof zijn gekomen, mijn man en ik samen op hetzelfde moment, toen God heeft ons zo aangeraakt, zo mooi. En toen wist ik dat ik mijn vader moest vergeven. En die aframmeling die is er dus ook nooit gekomen. Ik heb hem tot de Heer geleid en dat vond ik heel erg mooi. En een van de meest mooie momenten die ik ervaren heb, dan God weet wat je nodig hebt. Hè. Dus dat ik aan het lezen was in de Bijbel en dat ik allemaal hoofdstukken aan het lezen was over de liefde van God. En het was net of God mijzelf aanraakte met zijn vinger. Ik werd zo overweldigd en zo overspoeld met een gevoel van ja, met liefde. En dat was zo overweldigend, dat benam mij de adem. En dat is het mooie van God. Hij weet wat jij nodig hebt. En dat was ook die hunkering naar mij, die geborgenheid en die liefde. Maar dan zit je in een proces en dat gaat ja, stap voor stap. En daar heb je geduld bij nodig. Dus ik ben, wat ik eerst niet kon, zeg maar, dat kan ik nu wel. En dat ik dat ook echt mag ervaren, maar dat het zijn liefde is. En dat het niet, ik hoef het zelf niet meer te bewerkstelligen, maar hij, dat staat ook in de Bijbel, hè, dat hij zijn liefde in ons uit heeft gestort. Dus, en dat heb ik ook echt mogen ervaren en dat is heel erg mooi. Nel, ontroerend mooi. Echt zo fantastisch dat jij dit durft te benoemen. En dat je precies durft te benoemen wat er in zoveel harten leeft. Ik weet zeker dat hier vrouwen zitten en dat er kijkers zijn die nu meeluisteren en zeggen, Nel, dit kan mijn verhaal wel zijn. Maar jij durft te benoemen wat zoveel mensen denken en voelen van binnen. En wat ik zo mooi vind, Nel, dat het niet is gestopt in de eerste regels. Dat je niet bent gestopt bij de haat. Dat het niet is gestopt met in de winterseizoen. Maar dat je hebt gekozen om te kijken, wat zegt God? En als Hij liefde is, dan wil ik vanuit die liefde reageren. Dank je wel dat je een voorbeeld bent. Voor mij en voor ons allemaal. Dank je wel. En misschien zit je nu hier thuis te kijken en denk je, ik herken me zo in het leven van Nel. Ik herken me. Wat mij zo aansprak in het getuigenis van Nel was het woord hunkering. Je ziel kan zo hunkeren naar liefde, naar echte liefde. He, dat we niet meer tevreden zijn met die namaakliefde. Misschien heb je het gezocht in van alles. Heb je het gezocht in een verslaving? Heb je het gezocht bij mannen? Heb je het gezocht bij mensen in de oppervlakte om daar je liefde vandaan te halen? Maar er is er maar één die die echte roep in jou, die dat gat in je ziel kan vullen met zijn liefde. En dat is Jezus. En het mooie is dat Jezus zegt vandaag, en ik stop bij jou, want ik zie jou, ik zie jou. Ik zie jou en ik weet jou te vinden. En ik bedek je kwetsbaarheid en je naaktheid. En ik kom niet te laat. Maar sta je mij toe. Het begint met toestemming geven aan Hem. Dat we zeggen, Heer, ik kies ervoor. Ik kies ervoor dat U binnen mag komen. En dat U alles overhoop mag halen in mijn leven. Zelfs mijn controle wil ik loslaten. Zelfs mijn ijslaagjes. Heer, hier is het. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. En dat is een heel gevaarlijk gebed, want dan gaat er iets veranderen. Want dan kan Hij komen met zijn liefde. Maar het kan niet komen met zijn liefde als we zeggen, nee, blijf maar buiten. Ik wil u niet, ik ken u niet. Vaak hebben we een verkeerd godsbeeld. Zolang we het vaderbeeld van onze eigen vader blijven plakken op Vader God, kunnen we zelfs getriggerd worden door Vader God, omdat we denken, ja, maar mijn aardse vader was een vader van boosheid en een vader van verdienen en een vader die er niet was op de momenten, de afwezige vader. En dan zal Vader God ook wel een afwezige vader zijn. Maar zo is Hij niet. Hij is een vader die er altijd zal zijn. Zijn naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. En Vader God heeft het kostbaarste geschenk gegeven aan ons. Het kostbaarste geschenk, zijn eigen zoon. Wat een liefde. Wat een immens grote liefde voor ons heeft Hij gehad. Dat Hij zegt, al was je de enige geweest. Al was je de enige geweest. Dan had ik mijn zoon gegeven voor jou. Zodat jij niet verloren zou gaan, maar zodat je echt zou leven. En niet langer overleven, maar
echt zou leven. Dat je weet wat echte liefde is. Hè? Er staat zo mooi in zijn woord, geworteld mogen we zijn in zijn liefde. Geworteld en gegrondvest. Weet je wat ik zo mooi vind van een boom? In het winterseizoen gaat hij diepe wortelen. Dan voelt het alsof er niks gebeurt aan de buitenkant. Maar die boom gaat zijn wortels dieper maken in de aarde. Nog dieper om bij het water te komen en daar zijn voeding uit te halen. Weet je, zelfs een winterseizoen in ons leven is niet voor niets. Want daarin mogen we dieper gaan wortelen in Vader God. Dat hij zegt, haal je liefde niet uit de oppervlakte, niet uit mensen, niet uit dingen, niet uit spullen, niet uit geld, niet uit je baan, niet uit je gezin, maar haal je liefde uit mij. Want hij heeft een onuitputtelijke bron van liefde en er is nooit een tekort. Durf je hem toe te laten, zodat hij elk tekort in je ziel, zoals Nel zo mooi vertelde. Op het moment dat hij jouw hart vulde met liefde, kreeg je ook liefde voor die ander. En kon je je liefde doorgeven aan je vader. En kon je hem zelfs die liefde van God geven. Want zoveel mensen kennen de liefde niet. En die weten niet eens hoe ze moeten delen als ze het zelf niet eens hebben. Hoe kun je iets geven wat je zelf niet eens hebt gehad? Zij zijn zelf ook slachtoffer geweest van wat hun is overkomen. Maar hoe gaan we ermee om? Er is altijd een keus. We kunnen misschien niet ons verleden veranderen. Maar we kunnen wel onze toekomst wijzigen en veranderen. En als we die toekomst ingaan met de liefde van Vader God, dan krijg je een rijk en vervuld leven. En dan zal er geen tekort zijn in je ziel. Durf je hem toe te laten? Er staat heel mooi in Romeinen 8, en dat lees ik even aan jullie voor en daar wil ik zo mee afsluiten. Daar staat dit in Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles, elk seizoen waarin je begeeft, of je nu in het winterseizoen begeeft, of in de zomer begeeft, of je nu de noordenwind voelt, of dat je nu die warme wind voelt, de zuidenwind, of je nu alleen bent, of dat je samen bent, in dit alles ben jij meer dan een overwinnaar. In hem. Dus blijf in hem geworteld, want dan zul je een overwinnaar zijn en dan zul je rechtop staan. Want waardoor zijn we overwinnaars in hem? Want hij heeft ons lief en lief gehad. Het is een liefde die we niet kunnen kopen. En ik zei het aan het begin al, je kan hem niet verspelen en je kan hem niet verdienen. Hij heeft je onvoorwaardelijk lief en jij kunt er niets aan toedoen. En vaak denken we, ja, als ik harder ga werken, dan zal hij nog wel meer van me houden. Maar zo werkt het voor God niet, want hij houdt onvoorwaardelijk van je. Onvoorwaardelijk. Ik hou ook niet meer van mijn kind als die in een kinderwagen ligt. En die ligt alleen maar een beetje te kijken en een beetje te pruttelen. Dan hou ik niet minder van dit kind dan van een kind die de vaatwasser voor me uitruimt. Zo houdt God ook niet minder van ons als we gewoon bij hem zijn. Of dat we hard voor hem werken. Dat maakt voor hem niet uit. Hij houdt onvoorwaardelijk veel van ons. En dan staat er dit. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, geen mens, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. En die liefde is voor ons allemaal beschikbaar. Ook vandaag, ook voor jou. En daar wil ik mee afsluiten. En ben je hongerig? Ga op zoek. Ga op zoek naar zijn woord. In zijn woord is voor elke dag een bemoediging. Ga op zoek en je zult de liefde vinden. Want God is liefde. Eén en enkel goed. En één en enkel liefde. Daar wil ik mee afsluiten. Ik hoop je volgende week weer terug te zien bij een hele nieuwe aflevering van Binnenuit. Tot dan. God houdt van jou en hij wil heel graag een persoonlijke relatie met jou. Als je Jezus nog nooit hebt uitgenodigd als jouw persoonlijke Heer en jouw Verlosser, dan kun je dat nu gaan doen. Je hoeft alleen maar je hart te openen en dit gebed na te zeggen. Liefdevolle Vader, ik kom tot u. Ik erken dat ik heb gezondigd en ik heb uw reiniging en vergeving nodig. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus.
Ik erken dat Hij de Heer van mijn leven is. Ik erken dat Jezus Heer is, dat Hij voor mij aan het kruis is gegaan. Dat Hij al mijn zonden, al mijn ziekte heeft gedragen aan het kruis. Dat Hij na 3 dagen uit de dood is opgestaan om mij leven te geven. En op dit moment accepteer ik Jezus Christus in mijn leven. Ik nodig U uit in mijn leven. En ik vraag: Heer, wilt U de Heer worden van mijn leven? Reinig mij, vergeef mij en verlos mij van al mijn zonden, van al mijn schuld. En dank U wel, Heere Jezus, dat U dat doet. Dat U die weg voor mij gegaan bent, zodat ik hem niet meer hoef te gaan. En zo accepteer ik U in mijn leven. En ik dank U voor Uw verlossing, voor Uw herstel in mijn leven. Amen. Wil je meer van Jezus in je leven, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Dan heeft Family Seven nog veel meer mooie programma's. Programma's die uitleg geven over de Bijbel en hoe je Jezus kunt volgen. Voor meer informatie ga dan naar www.familyseven.nl.